Steef Nieuwendaal, je bent bij Sparta aangekomen. Eerste training zit erop. Wat vond je ervan? Ja, geweldig om weer bezig te zijn. Gewoon het enthousiasme wat de ploeg heeft. Het enthousiasme van de supporters natuurlijk. Het onthaal was wel super. Ja, dat is toch een beetje waar je als voetballer weer naartoe leeft in de vakantie. Tenminste ik. En ik ben blij dat het weer begonnen is. Wat is jouw geschiedenis? Je bent een van de laatste aankopen. De laatste op dit moment. Je komt bij Den Bosch gedaan. Maar wat daarvoor? Ik heb in de jeugdopleiding bij Willem II gespeeld. Ik heb 11 jaar in totaal bij Willem II rondgelopen. Ook gespeeld natuurlijk. 4 seizoenen bij het eerste elftal gezeten. Een wedstrijdje of 50 gespeeld. Waarvan een hele hoop als invaller en een aantal als basisspeler. Tussendoor nog een half seizoen verhuurd geweest in MVV Maastricht. Uiteindelijk kon ik bij Willem II blijven. Heb ik gekozen om weg te gaan en naar FC Den Bosch te gaan. 2 jaar alles gespeeld bij FC Den Bosch. En nu tijd voor de volgende stap in mijn carrière. En met Sparta de weg omhoog inzetten. Was je verbaasd dat Sparta aanklopte? Ja, in eerste instantie wel natuurlijk. Ik was met een eredivisieclub in gesprek en dat haakte af. Dus dat was in eerste instantie teleurstelling. Nou ja, dan is het altijd maar afwachten of dat er iets komt. En gelukkig werd ik na een paar dagen gebeld om een zaak te nemen van... luister eens, ik heb de heer Vloed aan de lijn gehad en heel enthousiast. Die wil een gesprek met jou. Wat maakte jou uiteindelijk enthousiast voor Sparta? Ja, het hele plaatje. Ik moet zeggen, ik heb afgesproken met de heer Vloed en we hebben gesproken over Sparta, de organisatie, hoe het eruit ziet, de plannen voor de toekomst en mijn eigen rol daarin en perspectief daarin. Ja, ik moet zeggen, ik was eigenlijk meteen enthousiast en vanaf dat moment ging het eigenlijk nog maar om één ding en dat was de papieren rondkrijgen om hier aan de slag te gaan. Kan je iets over die rol vertellen die je gaat krijgen bij Sparta? Nou, ik heb te horen gekregen dat ik me toch wel een beetje moet richten op een middenveldpositie. Ik ben een middenvelder. Op de rechter middenveldpositie, eventueel linker middenveldpositie. Ja, en daarin moet ik mezelf gaan bewijzen. Garanties zijn er niet in de voetballerij. En dat is logisch en ook terecht. Dus het is aan mij om te laten zien dat ik hoor te spelen of moet gaan spelen. Nou, heeft Sparta niet zo'n heel goed seizoen gedraaid. Hè? Dat zou je ongetwijfeld het een en ander van gehoord hebben. Dat schept wel verwachtingen. Veel nieuwe spelers. Ja, nou ja, ik vind dat ook wel terecht is. Ik moet zeggen, ze hebben een aantal aardige spelers vastgelegd. Spelers waarvan ik denk, zo, daar kan je wel wat mee. En ik denk dat het aan de trainer, de technische staf en ook aan de spelers is om er een groep van te maken. En een groep van te maken die het in ieder geval beter gaat doen dan vorig jaar. Maar heel eerlijk gezegd vind ik dat niet het eikpunt mag zijn. We moeten ons gewoon richten op die bovenste plekken. Waar moet Sparta volgens jou staan in de competitie? Ja, waar we moeten staan kan ik nog niet echt inzetten. Dat hangt af van de eerste wedstrijden, dat hangt af van de voorbereiding. Dan pas kan je het een beetje inschatten. Maar heel eerlijk gezegd vind ik dat de club als Sparta met de begroting die erbij komt kijken... en de spelers en de technische staf die allebei over voldoende kwaliteit beschikken... dan denk ik dat je toch wel bij de bovenste... Nou ja, laten we zo zeggen, dan vind ik dat je voor promotie moet gaan. Nou speelde jij al in de Jupiler League. Hè? Wat zijn nou de directe concurrenten van Sparta? Welke clubs gaan dat volgens jou maken dit seizoen? Ja, ik denk dat Willem II, mijn oude clubje, hier natuurlijk een aardig seizoen kan gaan draaien omdat ze aardige versterking hebben gehaald. Maar dat kan er natuurlijk ook averechts werken. Als het geen team is, dan kan het ook in één keer instorten. En ik denk dat Willem II dus een grote concurrent is. Ik vind dat je Zwolle nooit moet uitvlakken. Hetzelfde geldt voor Eagles. Ja, en je hebt natuurlijk een grote subtop. Ik vind Den Bosch ook nog altijd een outsider omdat ik natuurlijk zelf daar gelopen heb. Ik weet dat er wel wat jongens met kwaliteiten daar rondlopen en ook een bekwame trainer. Dus dat zijn ploegen, ja, en pak je een Volendam erbij, een Eagles, dat zijn outsiders. Dus het is moeilijk om echt een grote titelfavoriet aan te wijzen. Maar ik denk uiteindelijk dat het heel spannend gaat worden bovenin. Even terug naar Sparta, allemaal nieuwe spelers. Is dat moeilijk als je dan gaat trainen en dadelijk moet gaan spelen? Je kent elkaar nauwelijks. Ja, het is even wennen met de namen, maar heel eerlijk gezegd, de voetballerij is natuurlijk niet zo heel groot. Een hele hoop jongens komen al regelmatig tegen, de jongens van Veldmaten. Daar hebben we de meest pittige duels tegen uitgevochten in de derby met Den Bosch tegen Helmond. Dus die jongens die ken je wel, natuurlijk op een andere manier. Maar het is toch al snel van, jongens, hoe is het ermee? Hoe gaat het ermee? Goede vakantie gehad. En dat klikt op den duur vanzelf wel. En dat werkt zo in de voetballerij. Je weet dat spelers komen, spelers gaan. Het is gewoon belangrijk om daar een team van te maken. En ik denk dat wel gaat lukken hier. Dan staat er ook een nieuwe trainer voor de groep. Wat is jouw eerste indruk van Michel Vonk? Ja, ik moet zeggen, ik ken hem als speler. Heb ik natuurlijk niet zelf zien spelen. Ik weet wel dat hij een aardige carrière heeft gehad. Als trainer heeft hij als assistent-trainer en als jeugdtrainer met grote namen gewerkt. Dus ik ga ervan uit dat die invloed ook wel terug te vinden is in zijn stijl. En heel eerlijk gezegd denk ik wel dat het een perfectionist is. Tenminste, we hebben even een paar zijn trapoefening gedaan. En het was toch wel te merken dat hij daar kort op zat. Kortom, hij let op details. En dat is misschien wat extra belangrijk is voor een spelersgroep. Ik denk dat details spelers juist beter maken. En daar is het om te doen uiteindelijk. Spelers beter maken, zodat je ook als team beter gaat presteren.
Tot slot, wat vind je van zo'n hele voorbereiding? De competitie die duurt nog eventjes hè, voordat het gaat beginnen. Oefenwedstrijdjes tegen amateurclubs, leuke uitslagen, veel trainen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, nu ben ik blij dat het begonnen is. Over een week of twee dan hunker je naar de start van de competitie. Maar ik vind die oefenwedstrijden, en zeker in de regio, is natuurlijk ook om een band te creëren met je supporters en de aanhang hier. En ik vind dat ook een verplichting als voetballer. En ja, dat er uiteindelijk ook nog een paar hele leuke ploegen tussen lopen in het voorbereidingsprogramma, dat is alleen maar goed. Want dan kan je jezelf en testen en je weet hoe ver je staat als team. Uiteindelijk wil jij in die basis staan, maar dat is geen garantie, maar wel een zekerheid. Ook geen zekerheid, maar dat is natuurlijk wel een streven. Want je bent natuurlijk niet voetballer geworden om op de bank te zitten. Dankjewel. Alsjeblieft.